Hallo, ik ben Arjan en welkom bij een eerste indruk van The Perils of Man. Deze game is een point-and-click adventure en die is zowel op PC als op iOS verschenen. We gaan eens even kijken naar de instellingen of alles goed staat. Ik neem aan dat er niet zo heel veel in te stellen valt. We kunnen kiezen tussen Duits en Engels zo te zien. En voor de rest staat alles wat mij betreft helemaal perfect. Dus we kunnen hier wel uit en we gaan gewoon beginnen met een nieuwe game. We kiezen slot 1 en go. The mysterious, the curious, the blurriest. From the beginning of time, man has wondered about mysteries. Are they fiction or are they fact? The Eberlin Enigma. Submitted for your examination, Eberling. A name synonymous with innovation. A name on which fortunes were made through startling, prolific inventions. A name known also to disappear. Thomas Eberling was at the height of his brilliant career, and some said working on his most ingenious invention yet, when he suddenly disappeared from public life forever, more than 150 years ago. But what happened to Thomas? Was he the victim of foul play by a jealous rival? Or had he stumbled upon something so powerful that it had to be kept hidden? Thomas's genius was inherited by the latest Eberling, Max Eberling, a virtual rock star in the up-and-coming scientific community. Unfortunately, genius was not the only thing these two men had in common. So too were their penchants for disappearing. But why did he vanish too? Max was last seen 10 years ago at this infamous Einstein Awards banquet, where hundreds of the world's top minds were saved when a fire alarm cleared the room just moments before the ceiling collapsed. But when the ceiling collapsed, Max, like a rock star, had left the building. How could a man, even a genius such as Max, have predicted such an event? Yet this footage clearly suggests that Max Eberling did just that. Why would a man admired by all and a hero to many walk away from his newfound fame? Surely the key to this mystery is more than the simple wish to avoid the notorious scientific paparazzi. What are the secrets being held by the Eberling estate? Did the Eberling genius come with a price? The price of a curse? The world may never know, but that won't stop us from wondering whatever became of this modern mystery. What I really want to know, Dad, is why you're wearing sunglasses everywhere except where you need them most. I thought I heard your father's voice. I don't think so. You're imagining your ghosts again. No, I'm certain I heard him, Anna. As clear as if he were standing right here. Have you felt a shiver coming over you? Mum, why did Dad wear sunglasses all the time? Well, why don't you just ask him? He's probably in your bathroom. Sometimes he likes to go... No, Mum. What you were hearing was that mystery show. I was watching it again. This is how you want to spend your birthday. No, listen. I think I found something interesting this time. You see, it's the sunglasses. I think you're going to find this much more interesting. What's this? I found it a few weeks ago in an old shoebox. For my daughter Anna, on her 16th birthday. Has this been hidden in the house all this time? Either that or one of the ghosts left it. What is it? What does this mean? Maybe it's a way to contact your father on the other side. Don't you see? Maybe it means he's still alive. I know it's been 10 years, but I always had the feeling... If he was still alive, would I be seeing his ghost everywhere? Would I? No, but maybe he's stuck or trapped somewhere or held captive by someone. Maybe he's helping Tintin find Professor Calculus. Seriously, Mum?
You really don't know anything about his work? Never you mind, never you mind. It's best left alone for your own good. And so on and so on. That is what Max always said to me, and that is what I say to you, my sweet. Now, I ordered in some nice birthday cake, and I suddenly feel a nasty draft coming from somewhere. Whew. Are you coming down? But what if these things are clues that will help me find him? It's best left alone. I know my father wanted me to have this for a reason, and I intend to find out what it is. En daar staan we dan. Wat ik gek vond was dat die moeder, ja, die vind ik trouwens heel gek, want het meisje lijkt totaal niet op haar moeder. Dus het is een totaal ander meisje geworden dan de ouders waar ze mee opgroeide dus. Maar wat ik raar vond is dat die moeder zei, it's best left alone. En dat dat tussen de dubbele aanhalingstekens stond. Alsof het niet haar zin was, maar dat van iemand anders. Maar goed, we zijn hier dus, het is een point-and-click adventure, zei ik al. Dus we kunnen hier gewoon rondkijken in deze kamer en op dingen klikken. Hier bijvoorbeeld op deze laarzen. I should take mom's boots. She'll probably ask for them later. En ze zijn weg. Dan hebben we hier nog lades waar we niks mee kunnen. En hier kunnen we wel wat mee, met de gitaar. I once posted a video of me playing Seven Nation Army. Nobody watched it, thank God. Oké. Een klok. We always have to swap batteries in this house. En wat ligt hier? I've read all the books on it. Even zien. Meant to recycle that hanger. Oh, die neemt ze dan weer mee, die hanger. Wat ligt hier? Een webcam. Chemistry notes. Mum won't let me do any of the lab experiments. She says somebody might blow something up. I've played all the games on it. Ah, die tab. Daar heeft ze alle spelletjes op gespeeld. Wat hebben we hier nog liggen? Ugh, stuff that looks gross on me. I wasn't made for this century. En allemaal kleren. It makes me look like a kid. Even zien, kunnen we de deur ook uit? Dat wil ik eigenlijk niet. Oh, dat is wel leuk zeg, zo. Ik wil echt nog even naar de badkamer. Kan dat nog? Kunnen we nog terug? Nee, ze moet eerst die hele trap aflopen. Oké, okay, nou, dan gaat ze de trap weer op. Gaan we de trap weer op. Kom maar. Ik vind dat blurry effect wel heel gaaf. Go upstairs. Oké, okay. En dan zijn we weer boven. Ik wil namelijk even naar de badkamer. At least we've got plumbing. That's the only improvement they've done in 150 years. Ik kan de badkamer schoonmaken. Nothing in there I need. Oké. Okay. Oh nee, de schone badkamer. Ik dacht dat er stond clean bathroom. Kun ik in de spiegel kijken? I don't know why I even need a mirror. I almost never get to go out. Bunsen Bunny! I always played emergency vet with him and father. Dad had a thing for rabbits in distress, I guess. Oké, okay, dan gaan we nu naar beneden. Ik denk dat ik hier wel alles gezien heb, zo'n beetje. Gaan we naar beneden. Doe maar. Het is wel een beetje een raar huis dit. Groot ook. Oké. Okay. Wat hebben we hier? Kastje, kunnen we niks mee. De telefoon. The storm knocked out our phones. Klok. The old family cuckoo clock. Still works perfectly. As long as someone remembers to wind it. Stofzuiger. I'm not vacuuming on my birthday. Even kijken, we gaan de voordeur nog niet uit. Ik wil eerst even kijken. Hier is een plaatje. The only time you took off your sunglasses and the sun was in your eyes. Ja, dat is blijkbaar een dingetje met die klok. Jassen en tassen. Odd. My house keys are missing. I'll bet mom knows where they are. Oké. Okay. Hier hebben we ook nog iets. Nee, dat is de. Oh, dat is de kast. The thermostat's in here. Moeten we wat met die thermostaat doen? Hier hebben we nog een lampje. Just bits and bobs. And a light bulb. Die nemen we mee. Oké. Okay. The fireplace must be crazy hot now. The fireplace should be low now. Oké, okay, mom will be unhappy. Goed om te weten. Dit doen we dus. Hier doen we dus de open haard mee regelen, zeg maar. Dus dat is blijkbaar een elektronische open haard. Zo ga ik er weer uit. En wat hebben we hier? Een mysterieus diorama.
It's an old mechanical diorama. My mother always said it was a family heirloom too delicate for kids to play with. But now I wonder if it has something to do with my father's disappearance. I need to figure out what it does, once and for all. Die zijn draadjes. Looks like negative and positive wires. Oké, dus dan moet hier waarschijnlijk iets van een batterij tussen. Oh, wacht. Ja, ja. Wacht even, dan moeten we toch weer naar boven. Nou, wat blijkt nou? Ik heb die hele batterij niet nodig, want die heb ik al. Ik heb namelijk toen ik de eerste keer die radio aanklikte, blijkbaar al de batterijen eruit gehaald. Ik zag ze net. Kijk, als ik hier klik, zie ik mijn inventaris en daar zijn de batterijen. Always good to have a power source. Dus ik denk dat we gewoon die diorama kunnen aantikken. I vaguely remember my father fiddling with this before he went away. It might have some connection to the glass vial. Or not. En dan pakken we de batterijen. En die laten we hierop los. It might work. Oké, en nu? Ah, de aanknop. I hear gears turning. Is that it? Oké. We moeten nog iets doen, want er gebeurt verder niks. Speaker. It looks like a tiny speaker. There was probably something attached to amplify sound at one time. Nou, kunnen we nou ook aanzetten ergens? I hear gears turning. Ja, er gebeurt Is verder that niks. It? Oké, dan moeten we nog meer doen. Ja, ik wil er even uit. Laten we even verder kijken. We kunnen nog naar de keuken. To fix it, but I can't walk on this floor. It's too cold. Ik dacht dus dat dit de keuken was, maar het is een gigantische woonkamer. I know what they are. Socks. Okay. My party balloons might come in handy. I'll keep them in mind. Ah, de ballonnen neemt ze mee. It looks stale. Cake. En verder niks, alleen cake. Hier zijn nog kaarten. Cards from mother and some relatives. My friends don't send cards. They'd never get past my mother. Nou, hier is de open haard dus die we konden. Oh, een gas fireplace. Ja, zie. En hier is moeder, daar zullen we even mee praten. Even kijken, we moeten met haar praten over, ja, allerlei dingen. Oh, dat kunnen we dan. Oh ja, dan zeggen we, I see the fuse blue in the gallery again. I see the fuse blue in the gallery again. Maybe rats chewed the wires, but I didn't. They might fall off a ladder or burn the house down. Better off left alone. But isn't it good to look at all the family portraits in there once in a while? Best stay out of there. I only use it for storage now. You might trip on something and kill yourself. People don't kill themselves tripping on things. Maybe those portraits can give me some clues that will help me. That's where you're wrong, Anna. It happens all the time. Oké. Okay. Zo, we kunnen een hoop bespreken met haar. What do you and Dad's ghost talk about? I tell him how you're doing. He's very proud of you. It's okay, Mom. I'm glad. What about visiting your family? Don't you miss all those society parties? Not really. Your father was always the most interesting person in the room. Oké. Okay. Why did you close the shutters behind you? Lightning might break the window. Hier is nog wel open. Are you still getting chills? I always feel a draft when ghosts are active in the house. I'm too cold to sleep. Nou, moeder is hartstikke paranormaal begaafd dus. We need a generator. We can't let every storm knock out our electricity. Oh. And leave cans of explosive fuel lying around in storage? Why do we keep blowing fuses? I feel like something is drawing power that we don't know about. Spirits disrupt the flow of energy. Did you ever think of selling this old house? Never. Where would all the ancestors live? Where did Father do his experiments? He went to the Institute. But when he was here, did he have a lab? He locked himself in the study. Do you know how to make the diorama work? Stay away from it, Anna. They use it to get into the house. It's just the old place creaking, Mum. If it were just the house settling, then why are my feet cold? So cold. Oh, daar hebben we wel wat voor. The house is not settling. It's possessed.
Cold feet. That's my mother. If she were in a sauna, and the sauna was in the Sahara, and the Sahara was in full summer, what would she have? Cold feet. Still, she might be right about that diorama being connected to my ancestors. Somehow. Did Dad ever get the diorama to work? Yes. Long ago. But he said it had a ghost. Pepper's ghost. Okay. What's that old diorama do, Mum? It's an automaton built by your great-great-great-grandfather, Thomas Eberling. I've never seen it work, Anna, but don't touch it. Your father always said it was haunted by Pepper's ghost. Who was Pepper? I think he was an inventor friend of Thomas's. But it's not only Pepper's ghost. It's the ghost of all your ancestors. Okay. Goed. Do you know why Thomas built the diorama? Your father never said. But he always smiled when he looked at it. Like it was some sort of private joke. And no one was allowed to touch it. Okay. Goed. Nou zijn we er denk ik bijna. Do you have a theory about this glass vial? No, but I'm sure you'll figure it out. You think just like him. What do you think really happened to Dad? Ask his ghost. Why did he always wear sunglasses? He said he injured his eyes in a lab experiment. I never believed him. Nou, tot slot de verjaardag. How come I never got a pet for my birthday? I thought the bird in your cuckoo clock was your pet. Anyway, animals don't like ghosts. Now that I'm 16, how about a drink? Heavens no, too dangerous. How much trouble can I get into here? Can we go somewhere to celebrate? And drive on these roads? In a storm? Ja, dat is misschien niet zo handig. Nou, we hebben alles gehad, hè? Alleen deze nog. Tell me again, who built the diorama? Oh, you know, darling, that crazy old Thomas, your great-great-great-grandfather. Ja, dat hebben we al gehad. Nou, we hebben heel veel met haar besproken, maar nu heeft ze koude voeten en daar kunnen we wel wat mee. Want we hebben nou die warme schoenen. Here, keep your feet warm. Oh, I suppose I can fix the fireplace myself now. Oké, dat is niet goed. Kunnen wij in die stoel zitten? Something's under the cushion. How does this work? Oh, we hebben een huissleutel. Even kijken hoor. Waar kunnen wij nu naartoe? I think I did it. Wat heeft ze gedaan? Ze heeft iets gedaan aan die kast. It's too risky to go in. Oh, het is hier te donker. It's too dark. Ja, dat wil ze dus niet. Hier is van tafel. Here's a flashlight and a 15 amp fuse. Die hebben we ook, oké. I took everything I need. En nu? Wat gaan we nu doen? Ik heb van alles gepakt dus. Een fuse en een flashlight. Dat moeten we waarschijnlijk in de utility closet wat mee doen. Laten we eens kijken of we daar wat kunnen uithalen. De thermostat is hier. Even kijken. Ja, nee, hier kunnen we niks doen. The fireplace must be crazy hot now. I don't like putting it up that high. It's dangerous. The fireplace should be low now. The fireplace is back to normal. Oké, nu staat hij weer op normaal. Prima. We hebben hem dus net blijkbaar gesaboteerd. Oké, dan gaan we toch even hier kijken. Want misschien kunnen we hier weer wat mee. I need to fix this old thing. Misschien met die fuse. Eens even kijken. That doesn't need a fuse. Oké, dat is niet. This flashlight's dead. Someone forgot to put in a battery. And I think her name starts with Mum. Er moet een batterij in die zaklamp. Nou, laten we dat ook eens even doen. Dus we zeggen inventaris, we stoppen de batterij in de zaklamp. Always good to have a power source. Always good to have a power source. Ja, maar ik heb dus nu toch die batterij. Our dead flashlight. Oh, hier. Zo werkt het. Juist. En nu? En dan stoppen we die andere hierin. Done. En nu hebben we het gecombineerd en dan werkt onze zaklamp. Nou, dan kunnen we met die zaklamp, denk ik, naar die donkere kamer. Laten we dat eens even doen. Dus we gaan eruit. We gaan die donkere kamer in. We pakken... Nee, we gaan eerst even naar het donkere stuk.
Als we in het donker staan, dan gebruiken we hem wel. Dat zal wel goed zijn. En nu pakken we de... Oh, ze pakt hem automatisch al. Kijk eens aan. Nu kunnen we gewoon verder lopen. Jee, wat een creepy huis is dit. Oké, okay, hier staat een fietsje, een brommer. In het huis allemaal. Het lekt ook nog eens hier. Hey, hier is verder niks, we kunnen doorlopen. Nee, we kunnen niet doorlopen. Oh, hier is een surfplank, daar kunnen we wat mee. Ik zag iets draaien, wat was het nou? Nou, ik kom er niet uit. Ik ga iets anders doen. Ik heb de huissleutel, misschien kunnen we wel naar buiten. Dan gaan we hier weg, pakken we de huissleutel. Dan gaan we lekker in de regen staan. Nou, ik neem aan dat dit grote huis wel een veranda heeft of iets. We staan vast niet meteen in de nattigheid. Juist, de voordeur. Quick, before she notices. Oh, even de sleutel natuurlijk. Sleutel. It's my house key. Ja, op de voordeur. Okay, I'm going outside. Yes. En nu staan we buiten. Wel in de regen inderdaad. Even kijken, hier is een greenhouse. Hier zijn symbolen ingekerfd. Oh ja, hierboven. These symbols on the fountain look just like the ones carved on the box containing the glass vial. I thought they looked familiar. Oké, okay, en hier aan die clockhands. Pretty obvious what that is. Kan ik wat mee doen? Dan kunnen we hier verder niks doen, denk ik. Dan zijn we hier wat mee zouden kunnen, maar ik geloof het niet. Dus, laten we even naar de greenhouse gaan. There's nothing alive in there. Plants don't fare well here at Villa Eberling. Oké. Okay. Dan gaan we weer naar binnen. Nou, wacht even. Ik wil nog even één ding proberen. Als we nou hier zijn... Ik heb hier nog niet op geklikt, denk ik. I have the feeling this won't be the last I see of these. Nee, ik kan hier niks mee. Toch niet. Nou, ik wil het even checken. Goed, dan gaan we weer naar binnen. Goed. Dan gaan we eens even weer die donkere kamer in, want ik heb zo'n vermoeden dat we daar echt wat moeten gaan doen. It's been out too long. Probably not safe to eat. Ik mis hier vast iets. Moet even goed opletten. Hier is de stoel. Ik kan er niet achterlangs. Oh, hier is een fuse box. I need to put in a new fuse. 20 amps or less. Juist, die heb Somebody ik hier. Somebody needs to tear out all the wiring in this house and start from scratch. We doen dit. Please don't blow up in my face. Great. I won't need the flashlight anymore. Oké, okay, nou dan kunnen we daar naartoe. Wat is dat voor een kamer? Oké, okay, dat is waarschijnlijk het kantoor van vader. That was my best memory as a kid, but now all I can think is... Were you already planning to leave us? Oké. Okay. We kunnen even een bureautje kijken. I searched that desk years ago. Someone emptied it the day father disappeared. Hier is een grote klok. Hey, maar daar kunnen we misschien wat mee. This clock has never worked. I think it's someone's idea of a joke. Nou, werkt dit er misschien in? Success! Oké. Okay. Nothing happened. Nothing... There's definitely a trick here. I just need more information. Oké, okay, we moeten daar dus blijkbaar wel iets doen, maar wat precies, dat is niet helemaal duidelijk. Hier is lampshade's getting burned by the bulb. Oké, okay, die nemen we ook mee. Max. Leave it. I never liked it. Heeft hij die zonnebril op? Hier is de open haard die dus stilstaat. Een stuffed elk. Wonder which Eberling shot that beautiful creature. I suppose he would be dead by now anyway. Hier hebben we Max met een laser. A photo of father avoiding us. En daarbovenin met een schaakmachine. I'll figure it out someday. Nou, die zagen we ook in de video toen het begon. Het is ontzettend mistig hier. Wat zijn ladder rails? Waar zag je dat? Hier ergens. Waarom loop je nou helemaal die kant op? Oh, oké, okay, prima. Didn't we have a ladder here? What happened to it? Okay.
We moeten informatie vinden dus over die klok. De ding hier in het midden is dus blijkbaar helemaal niks. En verder vind ik hier niks. Dus dan gaan we maar weer terug. Oh ja, Thomas at work. Kunnen we ook nog kiezen. Now, nothing's more important than working late with you guys. I love work so much. I put my famous career above everything else. Oké. Nou, die kan maar weer op. Oh ja, nu kan ik wel het ding aanklikken. Not so exciting when it's next to a motorbike. Okay. We got copies of almost every newspaper in Switzerland when father disappeared. But we never found a clue. My father's old motorbike. Once upon a time, people had fun around here. But somewhere along the line, fun turned into dangerous. Hier is een bank. Ancient furniture. Stuff that reminds us of father. Okay, en hier hebben we haar vader. Zonder bril. En dit is Victor Ebeling's portrait. Victor Ebeling, 1936 to 1998. The story on Conrad's son Victor is that he ruffled the family feathers when he threw away a promising career as a surgeon for a life at sea. Officially, he crossed the world as captain of trading vessels of questionable origins while documenting the diffusion of infectious diseases. Which sounds like the Ebeling way of saying he was a smuggler. If there was ever any proof one way or the other, it was lost at sea when his ship and everyone on it went down in a heavy storm. Was it the Ebeling family curse? Zo, nou spannend hoor. Conrad Ebeling. Conrad Ebeling. 1878 to 1941. Conrad showed up after Edgar's death. Some people wondered if he was really Edgar's son, but he had the Ebeling inventor gene sure enough. He designed and piloted early airships, which is the reason Mum won't fix the roof. She's worried the roofers will get hurt. Okay, overal zit dus een dik verhaal achter. Deze ook? Edgar Ebeling. 1847 to 1892. Edgar was a scientist like Thomas, but according to Mom, he wasn't as brilliant. He spent most of his life traveling the world. My favorite ancestor is Thomas Ebeling, my great-great-great-grandfather. He was also a pretty great scientist and inventor. Something about this portrait looks new. Oh, terug. Edgar. Terug. Ik wil niet naar Edgar. Great-grandfather. Wat is er met het portret? Died in a His most famous invention was a fireproof miner's lamp, which sounds boring, but they say it saved a ton of lives. Nou, geen idee wat er nieuw is met het portret, maar het zit alleen in inventaris dus, hè? Ja, blijkbaar wel. Nou, we gaan even verder op onderzoek. Oh. Ik ben echt wel even aan het zoeken geweest, maar kijk, daar hebben we de ladder. Waarschijnlijk voor de... I should bring it back to the study. I wasn't trying to escape, I was just cleaning windows. Oké, die hele ladder gaat de broekzak in. Goed, ik was echt aan het zoeken, ik kon niks vinden. Ik ga nog één keer naar die fontein. Daar is wat mee. The lightning flashed on something shiny in the fountain. Three gold coins. Oh. Okay, that's weird. They weren't here before and we haven't had visitors in ages. Nou, ik kan er niet meer op inzoomen blijkbaar, maar toch. Goed. Nu hebben we al die informatie. I need to fix this old thing. Ik ga eens nog even hiermee rommelen. Want, even kijken. I'm pretty sure audio comes out here, but it needs something to boost the volume. Het volume moet harder. Ja, het lijkt op een toeter, het zal wel niet. Maar goed, we proberen het gewoon. It fits perfectly. En het werkt wel. Goed, ja, je moet soms een beetje creatief zijn. Ik ben echt lang aan het zoeken geweest, maar goed. Hier moeten we dus licht achter hebben. En daar kun je misschien dan die lamp voor gebruiken. Nee, werkt dat niet? Ik wil het niet ergens hierin zetten. Dan druk ik gewoon even op aan. I hear gears turning. Is that it? Nee, nog steeds niet. Nou, ik kom er niet uit. Dan gaan we door naar de donkere kamer. Ik weet het echt niet. We gaan iets met die ladder doen in de studeerkamer van vader. Dat is waarschijnlijk een beter succes. Ik moet een beetje de tijd in de gaten houden trouwens. Want volgens mij, ik weet niet hoe lang ik al bezig ben, want ik ben echt al super lang aan het zoeken. Maar goed.
Hier gaan we iets met die ladder doen. En even kijken, waar is de ladder? Hier. Ja, die kunnen we dus hier wel ergens kwijt, denk ik. Waar hebben we dat? Hier, ladder. Ladderrails. Ja, I'll set it up. En nu? Gaan we erop? There's no search function in a library. If I want to find something, where do I even start? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet ook niet. Some of these go back to Thomas Eberling's time. This was how they stored information before the internet. Kunnen we dan met dat schilderij op dat ding? Won't fit. Ja, jeetje mina, dat had ik dus nooit gevonden. Je kunt ook kijken naar donder en bliksem hier bovenin. Ik heb het even opgezocht, want daar was ik inderdaad niet snel achter gekomen. I know I'm supposed to be nervous around storms, but I can't help being fascinated by them at the same time. En wat we moeten doen is dit, de dark glass file gebruiken met de donder en de bliksem. Oké, nou nu hebben we dus de sleutel. Ja, hij zit erin, we hebben hem nog niet. Oh, kijk hier. Ik vroeg me af waarom dat stomme ding niet werkte, maar dan moet een lamp hier in deze... Perfect fit. Kijk, en nu gaat het lichtje eraan. Nu hebben we licht in het diorama. We need to fix this old thing. En die hebben we natuurlijk al gefixt, dus we kunnen gewoon play doen. Understanding of what I have discovered, this must be held in absolute secrecy. Should you have any doubts along the way, Darwin will assist you. I congratulate you on discovering the secret of Pepper's ghost. My name is Thomas Eberling, and I designed this automaton to test your intellect and strength of purpose. But this is only the first test. My years of private research have resulted in a momentous discovery. I have harnessed a power which may prove to be of immense benefit to mankind, but which also holds the potential for unprecedented destruction. After witnessing this destruction in my own son Edgar, I had determined that mankind was not yet ready to possess it. For this reason, I built a secure laboratory to continue my work in secrecy. However, as dangerous as this power can be, I could not in good conscience permit its virtues to be lost to humanity. It became necessary for me to make provisions for my eventual demise. The secure area can only be accessed from my study. To gain entry, you will need to count the specific hours of the day, beginning with the zero hour. And the code to those hours is in this book. Remember this book and the starting point. The zero hour. A word of warning. You are about to embark on a perilous journey. Until you have come to a full understanding of what I have discovered, this must be held in absolute secrecy. Should you have any doubts along the way, Darwin will assist you. En nu zie je uit. Hij is uit. Maar we hebben nu wel meer informatie. Dus we gaan in ieder geval even achter dat boek aan. Er was ook een boek met Pepper's Ghost. Die hebben we ook bij ons. Dus we kunnen nu al wat vinden in de boekenkast, denk ik. Als we even doorzoeken. Ik ben echt lang aan het zoeken geweest, hé. Voor die stomme lamp. Nou ja, goed. We hebben het. Dat is het belangrijkste. Moet ik alles meteen willen halen in zo'n spel. Oh, dit boek. Ja. Thomas had a book called Liber Abaci. He was saying something about it, but I couldn't hear him. Kijk of we kunnen vinden hier. I see it. A fragile copy of Liber Abaci. Oké.
Kun je nou ook bekijken? Fibonacci time with hours 0 and 1. Ja. Gaan we die nou op de... Time has just begun when present is added to past. Even kijken hoor. Laten we dat op die klok proberen. Nee, we kunnen het niet op de klok proberen. The future hour is cast. Dus we moeten beginnen op de zero hour. That seems good. Let me try a few more. En dan? Wat was dat nou ook alweer? Dat Fibonacci. Was dat niet een optelsom? Dus 0 plus 1 is 1. En dan hebben we 1 plus 1 is 2. Nothing happened. What did I do wrong? What did Tom... Nothing happened. Oké, 0. What did I do wrong? What did Tom... I can't read most of these foreign books. En, I only know four languages. Oh, hoe zat het ook weer? Fibonacci. Ja, wacht even. 0 en dan 1. En dan moet je die optellen. 0 plus 1 is 1. 1 plus 1 is 2. 1 plus 2 is 3. 3 plus 2 is 5. 3 plus 5 is 8. 5 plus 8 is 13. Okay, the pendulum's working now. The shelves in the corner are moving. Something tells me those stairs don't lead to a wine cellar. Thomas said it would take me on a perilous journey. Should I risk it? Or should I get a blanket and go sit with my mother? I say risk it. Nou, cool. We hebben dus een geheim luik geopend. Daar gaan we in en daarna zit er een dikke vette punt achter. We zitten hier nu... ergens in het ondergrondse laboratorium, denk ik dan. Of is dat daar een lift die we moeten gebruiken? Hier is de generator. This spins and generates electricity. Let's figure this out. Water boils in the tank and creates steam. Steam turns the generator in front. Oké, dus er moet water in. I can't pry open the door. Wat hebben we nog meer? Generator. Coal chute switch. Wat is dat dan? It must release coal. I really want to move the handle, but I can't reach it. Hebben we daar wat voor? Wire hanger. Bent up old metal hanger. I shouldn't waste it. Dat werkt niet. Nou, deze heb ik ook even moeten uitzoeken. Want ik kwam hier ook helemaal niet uit. We moeten ballonnen gebruiken met de hanger. Yes, that'll work. En dan hebben we wat. Wat krijgen we dan? Dan krijgen we... een ballon en een hanger. Oké. En dan kunnen we die gebruiken hierop. It worked! I hear lights switching on in the distance. There must be other rooms down there. Ja, dat is wel cool. Het is dat ik nu het opnemen ben. Als ik niet het opnemen was, dan had ik het wel even rustig zelf uitgezocht. Ik moest het even uitvogelen. Goed. Komt de lift nou naar boven of staat hij gewoon aan, dit ding? De spooky elevator. Broken chain. I'm a little scared to go through. Juist. Oh, wow. Cool. January 27, 1863. On cold days such as these, I am reminded of that tragic day on the glacier and my dear Elsie. And yet, my spirits are lifted because I have finally understood that the strange power derived from the Bavarian crystal is far more than the simple magnetism as I had assumed. If these latest observations are corroborated, I can only conclude that I am dealing with a phenomenon that has never been previously documented. If this is so, then perhaps Elsie's death will not have been in vain. This is from Thomas Eberling. But who is Elsie? Nou, geen idee wie Elsie is, maar daar gaan wij nu niet achter komen. Waar klikt hij? Ik klik toevallig op de briefje hier beneden. We zijn hier nu in ja, een soort laboratorium slash studeerruimte of zo. Maar goed,
Hier zet ik wel een dikke vette punt achter. Ja, dit is een leuk mysterie om uit te vogelen. Nogmaals, je kunt hem volgens mij krijgen op iOS en op Steam. En ik raad je aan om hem even te checken. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Je duimpje omhoog is ontzettend welkom. Deel de video ook met iedereen. En dan zie ik je dolgraag de volgende keer weer terug. Dit was de eerste indruk van The Perils of Man. Bye bye.